Goedendag, welkom hier bij WHC Naaldwijk. Onbegewast, we zijn hier gestart eind februari met de planting, met als doel om een aantal middelen te toetsen. Zoals je hier wel kan zien, meelbouwbestrijding. De objecten die we hier hebben liggen zijn 7 objecten, daarvan met 3 herhalingen. De objecten zijn, zoals hier wel kan zien, het onbehandelde object. Het object dat we hier hebben liggen is HGRO 28. HGRO 28 is een biostimulant. Die hebben we in de toets meegenomen. De acutien in combinatie met helioterpenefilm. Helioterpenefilm is een uitvloeien, toevoegingsstof. Daarnaast toetsen we ook een toekomstige biozwavel. De biozwavel heet heliosulfuren en staat hier in dit object als zijnde FG120. En we toetsen de chemische component Fungafles. En Fungafles is dan zeg maar de chemische controle. Als je kan zien is dit object onbehandeld. Ik moet nog wel één ding vertellen over de besmetting. We hebben dus 5 dagen voordat we de eerste toepassing hebben uitgevoerd, hebben we onder het groene lintje hebben we dus de meeldauw erin gespoten. En zoals je kan zien is dat echt wel goed geslaagd in deze proef. En daarnaast zie je nu dat in het onbehandelde vak de meeldauw ook in de hoger gelegen bladeren doorontwikkeld. Op het object hebben we dus de biologische zwavel gespoten, de heliosulfuren, FG120 waar die als nummer voor staat. Nou, je ziet dat de meeldauw erin zit, maar toch al aan het vergrauwen is, dood is. En je ziet eigenlijk in de boven gelegen bladeren dat daar geen meeldauw meer bijgekomen is. Wat wel opvalt is dat je een lichte residu op het blad kan zien. In dit object hebben we de biologische zwavel, de heliotropensulfuren, in combinatie met silicium. Het siliciumproduct wat Hortipro op dit moment op de markt heeft is de Amerox. De Amerox is een silicium. Het is een peptideconcentraat. En wat we hier ook willen laten zien in deze proef is eigenlijk of de hardheid kunnen aantonen van het blad. En we weten dat silicium ook een beschermende laag kan opwekken op het blad tegen de meeldauw. Dit object is een object dat gespoten is met de biostimulant HPRO 28. In combinatie met heliosol. Heliosol is een alcoholterpeen, het is een uitvloeier. De alcoholterpeen die wordt gewonnen uit dennenhars vandaan. Het is een geregistreerde uitvloeier, is ook SCAL gecertificeerd. Het mag ook in de bioteelt gebruikt worden. Nou, je ziet eigenlijk dat de meeldauw is dood. Er komt ook geen verse meeldauw meer boven in de plant komt erbij. En dit ziet er hoopgevend uit. Goed, we hebben hier een object liggen, dat is de acutien. Is een uitvloeier helioterpenefilm aan toegevoegd, omdat we weten dat helioterpen een UV-beschermende werking heeft. En we willen dus kijken wat dan de duurwerking is van de schimmel op zeg maar de meeldauwschimmel. Wat opvalt is dat deze hyperparasitaire schimmel zich redelijk thuis voelt al op het blad. Je ziet al de zwartverkleuring rondom de meeldauwsporen zie je ontwikkelen, met name onder in het gewas. Boven in het gewas zie je nu een enkele spot meeldauw komen, maar daarentegen zie je al direct dat er zwartverkleuring plaatsvindt. Dus dit gaat ook naar tevredenheid. Dit object is de Fungafles. Fungafles Solo is gespoten bij de tweede toepassing. Nou, wat we hier eigenlijk kunnen zien aan de onderkant van de plant is eigenlijk dat Fungafles nog steeds een goede werking heeft op de meeldauw. En het chemische karakter is duidelijk van het middel zichtbaar.
From the first rating of the objects, we can see the early effects of the products and combinations. What stands out is that the different biological products, like FG120 plus Armorox, the biostimulant plus Heliosol, FG120, and AQ10 plus the biostimulant plus heliotropin film, are more effective at this moment than the chemical control Fungaflash. We hopen dat dit videoverslag voor jullie interessant was en dat jullie er ook wat aan hebben. Als daar nog vragen zijn, dan kunnen jullie natuurlijk altijd contact met ons opnemen.